Voor miljoenen moslims wereldwijd begint vandaag de vastenmaand Ramadan. Ook in Suriname zullen de moslims vasten. In dat kader zal de Percaya Luhur pakketten met levensmiddelen schenken aan enkele moskeeën voor gebruik tijdens de vastenmaand. Paul Somoharjo, voorzitter van de PL, benadrukt dat dit geen verkiezingsstunt is. Wij doen dit elk jaar omdat wij in de maand zijn waar wij solidariteit moeten bewijzen, zegt Somoharjo. Bijzonder. De maand Ramadan is een maand waarbij wij allen moeten bezinnen. Ja? Zoveel mogelijk van ruzie vermijden. Dus afstand zijn. Het is voor ons, we moeten gaan vasten. Ja? Want het leven, zegt Christus zelf, niet alleen van brood en water, maar mentale geest moet je ook gaan versterken. En daar zijn we allemaal bezig. In het bijzonder de moslimsgenoten. En ik wil zeggen van anderen die niet kunnen vasten, hè, of anderen die geen moslim zijn, ja, wees solidair, solidariteit. Ja, dus dat je dan ook meedoet, want je hebt anderen die geen moslim zijn, die ook mee vasten. Ja, maar voor de moslim is meer dan een vereiste, is een van de vijf zuilen van de moslim, waarbij wij dan moeten vasten. Stanley Suropawiro is beleidsadviseur religieuze aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En hij zegt dat vasten niets nieuws is. Het komt in bijna alle religieën voor, omdat vasten een goed middel is om mensen te laten nadenken en te laten bezinnen. Ashraf Karim, vertegenwoordiger van de Surinaamse Islamitische Vereniging, SIV, geeft aan dat de vastenmaand een van de belangrijkste perioden voor een moslim is. En vooral tijdens het vasten, dan probeert men de intermenselijke relaties te verbeteren. Men probeert dan zoveel mogelijk liefdadigheid te doen. In feite iets dat we nodig hebben in onze samenleving. Als een multireligieuze samenleving waar we tolerant moeten zijn naar elkaar toe, dan past het vasten in feite heel goed daarin, omdat we dan tijdens het vasten zien dat mensen proberen om de relaties met elkaar te verbeteren. Om elkaar te helpen, de mensen die het moeilijk hebben, om die bij te staan. En zo zien we dat het een positief effect heeft in de gemeenschap. Dat houdt in dat wij vanaf zonsopkomst tot zonsondergang niet zullen eten, niet zullen drinken en ook geen echtelijke relaties zullen onderhouden. Dat is zo min of meer de maand Ramadan. Dat zijn belangrijke zaken voor de moslim in deze samenleving. Ashraf Karim is vertegenwoordiger van de Surinaamse Islamitische Vereniging. En daarvoor hoorde u Stanley Suropawiro, beleidsadviseur religieuze aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij spraken over het belang van de vastenmaand voor de moslims. Wereldwijd begint vandaag de vastenmaand Ramadan.